Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door 4 Seizoens Omra. 4 Seizoens Omra regelt jouw Omra-reis tot in de puntjes. Vervoer, excursies, tophotels en topbegeleiding van aankomst tot vertrek. Check snel op www.4seizoensomra.nl. Ben jij op zoek naar de goedkoopste deals voor restaurants bij jou in de buurt? Of liever een dagje beautycenter waar je even helemaal tot rust kunt komen? Of zoek je spanning in een pretpark of dierentuin? Wat je ook zoekt, wij zijn de community voor iedereen die op zoek is naar halal. Halaldeals.nl. De leukste halaldeals voor de beste prijs. Beste mensen, salam alaikum. Welkom weer bij een nieuwe aflevering. Onderwerp van vandaag gaat over vreemd gaan. Weet je hoeveel mensen deze tijd vreemd gaan? Ligt het nou aan social media? Ligt het aan de werkdruk? Ligt het aan zeg maar, dat ze elkaar geen aandacht meer geven? Ik begrijp het allemaal niet meer. Ik ben in Utrecht, beste mensen. Ik ga de mensen vragen wat de reden van is. Salam alaikum. De verkeersboetes worden tegenwoordig steeds hoger. Skandare helpt gratis bij het aanvechten van je verkeersboetes en heeft veel successen geboekt. Skandare regelt ook uitstel van betaling in deze moeilijke periode. Kijk nu op www.skandara.nl. Meijerij en Pil is uw specialist in letselschade. Heeft u letsel opgelopen bij een ongeval zoals in het verkeer of op werk, dan gaan wij kosteloos achter uw recht aan en behartigen wij uw belangen. Het onderwerp van vandaag gaat over, is een hele beladen onderwerp, wat heel veel speelt deze tijd. Jammer genoeg, het is vreemd gaan. Deze tijd, subhanallah, heel veel mensen gaan vreemd. Wat denk je wat de reden is dat heel veel mensen vreemd gaan deze tijd? Wat ik zelf denk, dat heb ik ook zeg maar meegekregen. Ik lees ook wel eens de kranten, ja. Weet je wel. Ik denk dat het te maken heeft in deze tijd, mensen zijn heel druk met geld verdienen. Begrijp je? Ja. En de man en de vrouw, dan heb je het zeg maar over de, hè, over de moslims. Ja, ja. Dat op een gegeven moment de man en de vrouw allebei goud aan het zoeken zijn. De man is de goud aan het zoeken en de vrouw. En op een gegeven moment de vrouwen en de mannen, dit is op een gegeven moment een beetje genormaliseerd. Ja. Dat vind ik echt een beetje wat minder door onze moslimse broeders. Ja. Die mashallah een goede baan hebben en die goed verdienen. Ja. En die laten op een gegeven moment hun vrouwen ook toe. Om te gaan werken met andere mannen. Dat is misschien een aanleiding eventueel. Dat kan inderdaad de aanleiding, tuurlijk, broeder. Ja, waarom denk je dat mensen tegenwoordig heel vaak vreemd gaan, broeder? Waarom? Ja. Allahu a'lam. Maar goed, kijk, weet je, iedereen heeft zijn eigen mening daarover. Kijk, hoe ik erover denk is, ik denk meestal ook gewoon puur wat je ziet, denk ik, onder de jeugd. Dat is ook stoer doen, ja. Maar onder de jeugd, hè, onder de jeugd. Omdat de ouder Allah wat daar is. Maar meestal onze ouders, en als we kijken naar de stempel van onze ouders, dat was gewoon heel puur. Maar ook gewoon de lack of the lack van dien, weet je. Omdat ook de manier waarop getrouwd wordt tegenwoordig. Ja. Reden is, broeder, eigenlijk heel simpel. We zijn in een tijd gekomen dat social media eigenlijk aan de macht is. Ja. Ze proberen daarmee in principe gewoon iedereen een beetje van het padje af te halen. Zoals we zien dat kinderen zelfs worden aangemoedigd, geïndoctrineerd om Instagram te openen en zichzelf te plaatsen, seksualiseren. Dus, en het heeft effect op een gegeven moment. Op lange termijn zien we dat de kinderen daarmee worden geïnfecteerd. Wij zijn allemaal Benu Adam. We kunnen allemaal in de verleiding komen. Zeker, begrijp je? Zeker, ja. En het begint allemaal met een bedrijf uitje. En dan op een gegeven moment gaat het beginnen met een vergadering. En op een gegeven moment contact, een WhatsApp uitwisselen. Het is toch maar een collega. Ja, ja. En een complimentje. De ego kan gestreeld worden door een man, door een getrouwde man. Een vrouw, je weet, kan hem ook een bericht, gewoon een compliment geven waar hij denkt van, hé, wacht even, zij ziet wat in mij. Terwijl hij getrouwd is. Ja. Hij gaat terug berichten. Oh, dankjewel. Zo. En van het ene komt het ander. Denken dat door het samenleven en door het social media komt. Ja. En dat zij dingen normaliseren. Veel naaktfoto's. Ja. Wat je tegenwoordig ziet. En het wordt alleen maar erger. Okay. En hoe meer je likes krijgt, hoe meer je zogenaamd populair wordt. En door dat gaan de meeste mensen vreemd. Social media is een hele grote boosdoener wat dat betreft, bedoel jij? Ja, zeker. Social media is nu zeg maar, het is zo makkelijk geworden om eigenlijk vreemd te gaan in principe. Ja. Voor een man, zowel als de vrouw als de man. Ja. Want wat we zien is namelijk dat een vrouw, en wij weten dat de seksuele marktwaarde ligt bij de vrouw. Ja. De vrouw kan kiezen met wie zij wil eigenlijk gaan. Precies. Voor de man niet. Voor de man is dat niet makkelijk. Hij moet meer moeite doen. Ja. Wij zien dat een man moet waarde creëren. En een vrouw wordt eigenlijk geboren met waarde. Ja. Een vrouw die kan gewoon 1, 2, 3 als ze wil, kan zijn man krijgen.
Een man moet echt gaan pushen. Wij zien ook dat jongens moeite doen. Zichzelf op, zeg maar, hè, dure kleding kopen, huren, auto's huren. Om überhaupt in de kijker te komen van de vrouwen. Dat om dat te voorkomen is beter als, dan wil ik gewoon echt deze advies naar de broeders geven. De moslimbroeders. Ja. Als jullie een goede baan hebben, werk dan voor je vrouw. Want wat voor jou is, is ook van haar. En dat is het gevoel wat je ook aan je vrouw moet geven. Begrijp je? Ja, ja. En kijk, ik kan me begrijpen, sommige jongens die gaan op een gegeven moment, die stappen de huwelijksbootje in. Met een vrouw, die meisje die altijd al heeft gewerkt, ja, al onder het regime van haar ouders. Ja, ja, ja. Het is moeilijk om zo tegen haar meisje te zeggen weer van, hey, weet je moet stoppen met werken. Ja. Maar je kan het opbouwen. Wallah adim, als de vrouw echt voor jou gaat, kan jij met de tijd, met de dagen, kan je met haar aan de keukentafel zitten. En kijken en met elkaar bespreken wat wijsheid is. En wat ook zeg maar goed is voor onze dien. Hey, maar ik heb wel eens wat gelezen over, ik weet niet, die gast op internet, ik weet niet hoe hij heet, zo, Jordan, Peter Jordan of zo. Ja, ja, ja. Die had wel eens erover dat hij deed wel eens een uitspraak over dat vrouwen zichzelf ook wel op een bepaalde manier opstellen, vooral op de werkvloer. Waardoor ze die aandacht trekken. Wat we zien dus met social media is nu dat het veel makkelijker is. Dus zodra je op Tinder komt, hoef je alleen maar te swipen. Ja. Binnen 10 minuten heb je een date. Dat heeft effect op ons nu. En ook voor, namelijk ook voor om jouw potentiële huwelijkspartner te kiezen. Ja. Dat is nu moeilijker. Hoe ga je dat kiezen? Ja, ja. Want we gaan kijken van, hey, want wij mannen zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van een vrouw. Precies. Want de geschiedenis van een vrouw, want het maakt niet uit wat zij te bieden heeft. We kijken altijd naar geschiedenis, hoe dan ook. Hoe was jij in het leven? Hoe stond jij in het leven? En een man, de vrouw, het maakt niet uit of wat jouw geschiedenis is als man zijnde. Het draait om de vrouw, omdat de vrouw hypergamisch is aangelegd. Dat betekent namelijk dat de vrouw kijkt naar qua status van de man. Ja. Dat hij qua status beter moet zijn. Financieel moet hij beter zijn. Dat is waar een vrouw opvalt, hè? Leiderschap. Zij is een volger en hij is een leider. Ja, ja, ja. Er is maar één kapitein op het schip. Ja. Zodra jij als man zijnde geen leider bent, dan valt het niet op jou. Want hoe ouder we worden, hoe dichterbij we Allah subhanahu wa ta'ala moeten gaan. Ja. Niet hoe ouder we worden, hoe meer afstand van Allah. Toch of niet? Ja, zeker, dus je zeker, gaat het niet met de harde gaan zeggen, nee, je mag niet werken. Nee, je bouwt het met haar om, je legt haar uit, je geeft haar een beetje dien mee, begrijp je? Want je weet toch, zo hoort het, je moet praten, communiceren in onze, dat is meestal ook, het communicatie ontbreekt in onze cultuur. Praten, begrijp je? Dus dat is belangrijk. En een vrouw als ze ziet, wallah adim, een vrouw die ziet, dat ze gewoon een echte man in huis heeft. Ja. Ook al heeft zij, weet ik veel, gestudeerd, ook de master. Ja. En ze ziet een man die wat voor haar zorgt en beschermt, wallah adim, ze gaat naar hem, ze gaat gehoorzaam zijn. Maar weet je wat? Het gelijk, deze man, hij heeft gezonde jaloezie. Hij wil mij beschermen. Al-Ghira. Vorige gebeurt het ook gewoon echt tijdens de huwelijk zelf, weet je. Dat gewoon echt gewoon tijdens zijn getrouwd. En dan gaan ze gewoon echt vreemd op, weet je. Een man gaat vreemd en een vrouw kan ook gewoon vreemd gaan, hè. Ja, wat denk je, zeg maar, wat daar dan de reden van is? Is dat, zeg maar, dat ze dan samen werken, te druk hebben met dunia? Vertel, broeder. Broeder, ik ken cijfers geef van de CBS. Ik weet dat vele vrouwen hier moeite gaan mee hebben. Maar het Centraal Bureau van Statistieken heeft aangegeven dat vreemd gaan op het werkvloer is 60% tot 70%. Komt dat voor? Dus dan denk je even na als broeder zijn, als je getrouwd bent. Waarom zou ik die risico moeten nemen van 70% om mijn vrouw te laten werken? Waarom? Ja. Het is dan eerst echt te laat. Je mengt met elkaar, het is een mengelmoes. Ja. Dus dat zou je niet doen. Dus waarom zou je dat doen? En ten tweede, wat we nog ook zien, is de echtscheidingen zijn torenhoog. 70% bijna. 70% van de echtscheidingen worden gearrangeerd, geïnitieerd door de vrouw. We hadden wel eens een onderzoek over gelezen dat vrouwen ook zichzelf daar ook schuldig aan maken. Kijk, het is niet goed natuurlijk als man zijn. Die moet je altijd Radul Basar, of course. Ik ben het helemaal mee eens. Zah. Maar ook als vrouwen en ook onze islamitische vrouwen, we moeten ook onze verantwoording nemen om jezelf te rasken, weet je. Ja. Je moet ook de sotra voor zichzelf brengen. En je vraagt Allah subhanahu wa ta'ala om sotra. Dat is als eerste. En, ten tweede moet je ook, als vrouw, moet je ook een bepaalde zelfrespect hebben. Ook naar de mensen om je heen en die je dagelijks ziet. Maar, we hebben één ding geleerd met wat? Van tijden van corona, subhanallah adim, alles heeft een reden. We hebben geleerd in corona dat een vrouw ook van huis kan werken, toch? Zeker, heel de wereld kan van huis werken. Dus, als een vrouw wilt ondernemen, mag ze ondernemen. Khadija radiallahu anha was haar ook onderneemster. Ze is veel ouder dan Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ze onderneemde met vrouwen. Begrijp je? Nu heb je ook de tijd, de kans om te ondernemen. Ik zal mijn vrouw zelfs daarin steunen. Of vanuit huis uit. Of gerelateerd met vrouwen. Dus je kan niet zeggen tegen een vrouw, nee, je mag niet werken. Je kan haar zelfs insturen, maar op een gegeven moment met voorwaarden. Met voorwaarden. Zoek een traditionele vrouw op.
Een vrouw die gewoon vanuit huis uit wilt werken. En wat we zien nu, dat mannen denken van, hé, het is duur. Wat is duur? Het komt namelijk omdat de vrouwen nu gewend zijn om te werken. Ja. We leven in een egalitaire samenleving. Dus het is dat we equal zijn, hè? We zijn gelijk. Dus wat we zien, dat de vrouw evenveel als de man verdient. Ja. Zij zijn nu aan het eigenlijk concurreren met de mannen. Met de feministische beweging die ons infecteert, de vrouwen vooral. Dat we zien dat de vrouwen nu niet meer traditioneel zijn. Zijn moderne vrouwen geworden. Die willen werken, willen carrière zoeken, die willen carrière volgen. Ja. Dus wat we nu zien, wat eigenlijk als man zijn, de advies wat ik jullie meegeef. Zoek een vrome zuster die taqwa heeft. Als ze wilt werken, eigenlijk het beste is dat zij gewoon kijkt een echte leider wilt hebben. Een vrouw die zeg maar niet traditioneel is, modern is, ja, die zal nooit jou zien als leider. Nee. Want zij is namelijk ook een leider. Je hebt maar één kapitein op het schip. Nee. Hoeveel landen ken jij met twee koningen? Natuurlijk is dat voor een man die op de werkvloer komt, het zijn verantwoording om zichzelf in te houden. Ja. Alleen ja, dat het gebeurt, het verbaast me niet. In ieder geval, het verbaast me niet. Omdat van beide kanten zitten ze fout, in mijn ogen. In mijn ogen is het van beide kanten fout. Als van Allah zegt, ja, eyyuha nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina. En yudnien alihim bij jalabibihim. Thalika adna en yu'rafna fala yudhain. Dus een insan moet ook als vrouw zijn haar verantwoording nemen om die hijab en die taqwa Allah te hebben. Is het zeg maar ook tegenwoordig heel makkelijk gemaakt door social media? Het vreemdgaan, zeker, dat speelt een heel grote factor. Waarom? Er zijn heel veel vrouwen en mannen, spreek voor alle twee, die zeg maar getrouw zijn en actief zijn op sociale media. En je kan daar inderdaad in de verleiding komen, daardoor. Ja, je kan bijvoorbeeld een mooie fotootje hebben. Je hebt op een gegeven moment daar geen andere bedoelingen mee. Je hebt gewoon, omdat je bijvoorbeeld misschien een bedrijf hebt. Ja. Daardoor kunnen bijvoorbeeld mannen jou benaderen. Omdat je een hele mooie foto hebt geplaatst. En dan kan het beginnen. Begrijp je? Ja, ja. Het begint met een message. Hallo, wat ben je een mooie vrouw? Je kan zo begint het. Hè? Vrouw onbewust complimenten krijgen. Vooral als een vrouw zich een vrouw is, kan heel eenzaam voelen. Ja. Dat zijn momenten dat ze geen tijd krijgt van haar man. Haar man is misschien in het buitenland. Begrijp je? Ja. En dat ze toch toevallig even een bericht heeft gekregen van een Noordin of Kerim. En dan gaan ze toch eventjes uit eenzaamheid. Kan zij een bericht terugsturen? Tuurlijk. En zo kan het beginnen. Ja. Klaar. En dit zijn gewoon feiten. Dus daarom voor de dames die ondernemers zijn, of haal sociale media weg of je foto weg. Ja. Weet je wel, want je kan altijd, die getrouwd zijn, die kan benaderd worden. En dan zullen de meeste vrouwen denken van, ja, het gaat erom hoe je ermee omgaat. Ja, dat is te makkelijk. Te makkelijk, hè? Want we kunnen normaal in de verleiding komen. Zeker, zeker. Zou je, en om in de verleiding te komen, dat te voorkomen, moet je op een gegeven moment sommige dingen doen. Hè? Zeg, tuurlijk. Om zeg maar niet in verleiding te komen. Klopt. Je hebt gelijk. Dat is de kunst. Barakallahu, maar hele gouden adviezen. Zekerlah. Laat ik even chocola. Beste hele gouden adviezen. Het is echt uit mijn hart dit wat ik zeg. Je hebt gelijk, dus vrouw taqwa. En taqwa garom, ja. Gewoon goed. Zeker, 100% semen garom. En traditioneel, heel belangrijk. En als man zijnde ook wat door Basar. En daar kom je het vers mee. En dat zeg ik uiteindelijk, vooral als het gaat om onze islamitische mensen en onze islamitische broeders en zusters. De enige advies is, lees de Koran. Lees de Koran en je krijgt je adilla. Volg de hadith van Nabi sallallahu alayhi wa sallam met het begrip van de sahaba. En inshallah zal Allah je hidayah geven. Mashallah. Dat is het enige wat je kan doen. Laatste vraag is, dan ga je lekker eten, want je loopt echt te trillen. Ja, wat vind jij er zelf van over mannen die stimuleren om een vrouw juist te laten werken? Van ja, jij gaat juist werken. Dat heeft helemaal niks te maken met licht te laten of met, hij zegt gewoon geld verdienen, broeder. Dat is ook wel een trend, heb ik gemerkt. Ja. Ja, maar dat is ook gewoon puur omdat mensen gericht zijn op dunia. Ja. Zoveel mogelijk geld. In de ochtend zegt hij, dag schat, ga maar werken. Dan moeten wij mannen wat meer verantwoordelijkheid nemen, toch, in de show. Maar dat zeg ik ook, weet je. Vaak zijn we heel vaak als mannen van, ja, de vrouw dit, de vrouw dat, de vrouw dit. Maar alhamdulillah, als iemand dat wil, dan kan hij heel vaak terugkijken naar de lezingen die Mohammed bin Daoud heeft gestuurd. Ik zal toch trouwens gelijk in de link zetten, inshallah. Maar ja, het zijn echt hele mooie lezingen over een man, dat hij ook een bepaalde plicht heeft in zijn huwelijk. En hoe in de omgang naar zijn vrouw toe. En ook die, en als je wil dat Allah subhanahu wa ta'ala die mawadda binnenkomt brengt, moet je ook jezelf als eerste opstellen. Kijk, je moet, dat zeg ik ook heel vaak, als je zelf een 5 bent, waarom verwacht je een 10?
En waarom verwacht je van je vrouw een 10 te zijn? Je bent zelf een 5 in je gedrag, in je doen en houden. Waarom verwacht je dat je vrouw een 10 is? Dat kan niet. Probeer zelf naar die 8-9 te gaan en verwacht dat je vrouw dan daarin meegaat. Inshallah, binillah. Inshallah, werk wel een gouden advies. Ja, ik zou zeggen, dat is ook wel iets wat ik merk, is dat mensen op elkaar te veel letten. Te veel letten. Wallah, zoals in de Koran zegt, jij leden in Amenu, gewoon en voor zoeken, wij helikom nara. Let op jezelf. Wees bezig met jezelf, wees met je ahl bezig. En laat inshallah je buurman met rust. En als je advies voor hem hebt, als het maar lillahi is. Ja, Allah, maar werken. Zie je, Allah, we zijn trots op jou, Allah. Allah, Allah, alhamdulillah. We doen ons best, we doen ons best. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons leiden naar al-haq. Amin, amin, broeder, amin. Al-haq is belangrijk. Ja, alhamdulillah. Deze dunia gaat een keer op. Ja, toch. Allah, hij gaat een keer op. We hebben allemaal die kaartje getrokken, toch? De ene zijn lot is eerder dan de ander. Beste mensen, ik ga gelijk afscheid van jullie nemen. Dat is een leuke aflevering. En tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren, beste mensen. En tot de volgende aflevering. Help de broeder. In dit moeten we zeker elkaar steunen. Doe je zo, broeder. Salaamu alaikum wa rahmatullah.